Ik ben uitgenodigd door de heer Rajesh Ramdewas om gezamenlijk met de kinderen van de Sri Vishnu School te beginnen met het gebed. Navratri begint vandaag. En het is heel bijzonder dat de leiding van de school, de directeur en de andere personeel dit initiatief hebben genomen om Navratri met de kinderen gezamenlijk te beginnen. Ik heb begrepen, er wordt eerst gebeden. Dit is een bijzondere investering in onze kinderen. De dharma wordt meegegeven. En deze hoogtijdagen die op school op een bijzondere manier gevierd worden. Je begint met praten af de morgens. Bhagwan is het mannelijk woord en Bhagwati is het vrouwelijk woord. En in Navratri wordt Bhagwati Durga Mata, Vishwati Mata, de moeder van een ieder, de moeder van de wereld, de goddelijke moeder die wordt aanbeden. En zij is de kracht van Bhagwan. En Bhagwan doet alles maar door deze kracht, door de kracht van hem. En die kracht van Bhagwan die krijgt een vorm. En als je kracht een vorm geeft, dan is dat bijna altijd de vorm van een vrouw. De vrouw binnen Hindoe-dharma, binnen Sanatan-dharma, wordt voorgesteld als de kracht. Dus de vrouw is de kracht en de kracht is de vrouw. Vandaar dat Bhagwan een vrouwelijke gedaante genomen heeft om zijn kracht te laten zien. Om zijn kracht te symboliseren. Dus Bhagwati, en als je kracht wil, dan moet je Bhagwati Upasana doen. Moet je Durga Mata aanbidden. Mijn vader heeft mede de school opgericht. Dus ik heb de school meegemaakt sinds het begin. En heel nauw betrokken. Alleen woon ik heel lang in een ander dorp. Dus kon ik helaas niet naar deze school. Maar ik ben hier, de juf kent me al heel lang. Ik kom al sinds kleine jongen. Ik ben nu 38, maar sinds een jaartje of 13, 12 kom ik al in de school. En de andere scholen. Dus weet ik precies wat hier allemaal gebeurt. En ben ik heel blij dat het hier gebeurt. En ben ik heel trots op de school. En zelf zit ik in de gemeenteraad. En bemoei ik mij met alles wat in de stad gebeurt. Samen met de nieuwe overkoepelende directeur die ook in de gemeenteraad zit hier in Den Haag. En werken we veel samen om onder andere de school en jullie verder te helpen in de stad. En dat is wat ik doe. Onze rishis hebben gezegd, er is een verband tussen de zonsopkomst en je leven, en je leeftijd, en je gezondheid. Dus de morgenstond, dat je voordat de zon op een wakker wordt, heeft wat te maken met je gezondheid. En met een langer, gelukkiger leven. En dat is waar. Mensen binnen de yoga-wetenschap in Amerika hebben dat. Een bekende naam is Deepak Chopra. Hele bekende geleerde, die heeft heel veel boeken geschreven in Amerika. Een Amerikaanse onderzoeker met een Indiaanse achtergrond. Ze hebben onderzocht, er is een verband daartussen. Word je vroeg wakker, en natuurlijk moet je vroeg naar bed. En als je vroeg wakker wordt, ben je gezonder. Want voordat de zon opkomt, heb je gehoord over het prana? Prana, krijgen jullie yoga op school? Ja. Dan moet je zeker ook een beetje pranayama gedaan hebben. De ademhalingstechniek. De yogi of degene die yoga geeft zegt met je duim, je rechterneus, de vleugel dicht drukken, inademen met deze twee, hier dicht doen, daarna weer uitademen en weer inademen, pranayama. En pranayama betekent het opnemen van prana. En prana is niet alleen maar zuurstof die je uit de lucht haalt. Je ademt lucht binnen, de longblaasjes, daarin wordt zuurstof opgenomen en het gaat naar alle delen. Een stukje biologie. Maar deze prana, die heb je vroeg 's morgens. Als de zon opkomt, dan heb je heel veel prana in de atmosfeer. En tot een uur of 9, dan begint de prana af te nemen. En prana is de levensenergie, energie in de kosmos daarboven die je kan opnemen om gezonder te worden. En dat neem je met de zuurstof op. Prana is niet alleen maar zuurstof. Dus dat is bijzondere energie
En als je niet op tijd wakker bent, als de zon al op is, dan neem je die prana niet op. En die prana heb je nodig om gezond te zijn. Om gezond te blijven. Om langer te kunnen leven. Vandaar dat de rishis hebben gezegd, vroeg 's morgens, voordat de zon opkomt, liefst een uur daarvoor, wakker wordt. Nu is dat niet een probleem, want nu komt de zon wat later op, 7:30 of zo. Of in ieder geval de bewustwording van Navratri mee te maken. De pandit van Dilmandir die is uitgenodigd om dat aan een aantal klassen te vertellen. En ik was zo gelukkig dat ik mee mocht en mee kon. En ik vind het heel belangrijk om mee te gaan. Eén, omdat ik als raadslid graag maatschappelijk betrokken wil zijn. En dat is iets wat in het hindoeïsme zit, dharma. En daar moet je kracht uit putten. En Navratri gaat over kracht, Shakti. Shakti wordt, zoals de pandit heeft uitgelegd vandaag aan alle kinderen, Shakti wordt weergegeven door een vrouwelijke gedaante. En in Navratri is het de kans om kracht tot je te nemen, maar ook om dingen te leren. Dus daarom ga ik mee 's ochtends vroeg met de pandit. Leer ik zelf wat dingen, leer ik de kinderen kennen. Zie ik hoe de kinderen op de Sri Vishnu school hier van de pandit meekrijgen wat Navratri inhoudt. Maar ook wat je er nu mee kunt, dat is heel belangrijk. Ik zie heel vaak mensen die gaan naar de mandir of thuis doen ze puja voor kinderen, maar weten niet waarom of hoezo. Of denken dat het van heel oud is en dat je het maar moet doen omdat je zo opgegroeid bent. Maar de pandit heeft vandaag uitgelegd dat alles wat je doet heeft nu nog effect, heeft een reden, verhoogt de kansen tot je eigen succes. De bedoeling is eigenlijk om in deze periode zoveel als mogelijk kracht te vergaren, energie te vergaren, om de rest van het jaar goed door te kunnen brengen. Mensen die problemen hebben, die bidden om verlost te raken. Andere mensen die ziek zijn, proberen om gezondheid te krijgen. En gezonde mensen proberen om wat meer energie te krijgen. Is een periode waarbij je heel spiritueel bezig kan zijn. En het moet beginnen bij de kinderen. En de kinderen, als de kinderen dit meekrijgen, dan is dat iets voor de rest van hun leven. Dus daarom vind ik dat heel bijzonder en heel plezierig om hier aanwezig te zijn en bijzonder dat de school de kinderen dit alvast meegeeft. En van Dura Mata krijg je dan veel kracht en de inzicht om meteen om goed te presteren op school. Ja, de pandit heeft verteld dat we vroeg moeten opstaan voor zonsopgang. Maar ik kan niet echt heel vroeg opstaan, dus ik ga wel dus over die prana of zo doen. En dat is, prana is dat zit allemaal in groenten, in fruit, maar in vlees en vis zit dat weer niet. En heeft ons verteld wat yoga voor de mens kan betekenen en wat prana is en wat Navratri eigenlijk echt inhoudt. Weet ik ook als raadslid wat er gebeurt op de hindoeschool hier in Den Haag. Niet alleen maar lessen en hoogwaardig en kwalitatieve lessen, maar dat we ook zien dat onze jeugd meekrijgt waar we vandaan komen. Meekrijgt waarom we dingen doen in het hindoeïsme. Waarom we het nu nog kunnen gebruiken en waarom we het tot het einde van de dagen kunnen gebruiken. En daardoor hier onze kinderen op de Sri Vishnu school klaarstomen zowel voor maatschappij, dharma, maar ook voor hun opleiding, ook voor sociaal-maatschappelijke doeleinden, maar ook voor hun eigen gezin, dat ze weten waarom ze wat doen en hoe ze hun kracht kunnen vinden. En daar gaat Navratri over. Jezelf opladen voor de donkere dagen die gaan komen, energie tot je nemen, om ook in die donkere dagen te kunnen presteren, te kunnen geven aan anderen en met elkaar een goede toekomst moet kunnen gaan en met elkaar in ieder geval die winter doorkomen tot aan de lente, wanneer de volgende Navratri is. En dat vond ik heel mooi om mee te krijgen. En zo leer ik ook wat, je bent nooit oud om wat te leren. En vond ik het een privilege om met de pandit mee te mogen, om met de kinderen te kijken en ze iets bij te brengen, maar vooral zelf ook wat te leren. Ik vond het super en dit soort initiatieven moeten vaker gebeuren. En hopelijk komen ook andere mensen vanuit de gemeenteraad langs om eens te zien hoe een gekleurde school, of een zwarte school zoals dat vaak noemen in de politiek, een hele goede school is en onze kinderen echt klaarstomen voor volwaardige deelnemers aan de Nederlandse maatschappij. Wat ik wel merk als ik de jongeren hier in de klas zie, is dat ze heel respectvol zijn. En luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor elkaar. En dat zie je ook op andere scholen. Maar
ik vind wel dat het belangrijk moet zijn. Even een zijsprongetje als je het hebt naar veel mensen, ook Hindoestanen, we hechten op een of andere manier meer waarde aan, ik noem het even de westerse wetenschap, is dat inmiddels ook de westerse wetenschap heeft aangetoond op basis van hoe de hersenen werken, is dat het hart, wat hier ligt, maar eigenlijk in je hersenen ligt, dat die de baas is. Die bepaalt wat je kiest, wat je niet kiest, waarom je dingen doet, waarom je bepaalde gewoontes hebt. En daarom is het ook heel belangrijk om met dat deel van je hersenen te communiceren, al wil je verder komen. En dat is een stukje spiritualiteit, want dat deel van de hersenen is niet in staat tot rekenen en taal. We noemen dat modern neuromarketing, neuroeconomics. Daar kan iedereen naar kijken, maar het is ook in de westerse wetenschappen heeft iedereen steeds meer door dat het hart veel belangrijker is. Je kunt wel heel goed zijn in dingen, maar als je niet goed zit in je vel, kun je niet goed werken. Als je iemand hebt met 10 competenties, zoals ze het noemen, op de werkvloer, maar ze zitten niet lekker in vel, vinden hun collega's niet leuk, het werk niet leuk, dan gaan ze geen van die competenties benutten. Als iemand 1 heeft en is heel blij, dan doet hij heel goed voetbal. Op een gegeven moment is iemand uit vorm. Dat heeft niet omdat zijn benen niet meer werken. Nou, hij kan nog steeds net zo goed voetballen als hij altijd komt, omdat hij in zijn hoofd en in zijn hart niet goed zit, komt het er niet uit. Vandaag hier te mogen zijn. In Nederland heb ik zoveel Lauratria's meegemaakt. Maar dit is de eerste keer dat ik dat hier op een bijzondere school mag doen. Mag vieren, samen met jullie. En ik vond dat zo bijzonder, en dat wil ik jou bijzonder heel erg dank zeggen, dat hij samen met jullie de mantras heeft gedaan, de gebeden, en daarna een mooie bhajan, en weer een mooie bhajan hier. Ik vind dat heel fijn. En mijn Navratri, deze Navratri, kan niet meer stuk zoals we dat zeggen, hè? Wordt een hele mooie Navratri. Ik schrijf dat even op. Ik schrijf een ander woord op. Ik wil zien of jullie dat kunnen lezen. Nee. Niet hierop? Nee, dat is ook. Scherm is dat. Een plekje. Ja. Dit is niet om te schrijven. Zie je? De pandit zou een fout maken. Ik heb een plekje. Gelukkig hebben jullie mij gewaarschuwd. Ik heb een Indie. Dat krijgen jullie toch ook? Ik heb hier 2 woorden staan. Ik ben benieuwd of jullie dat wel kunnen lezen. Ik zie maar 1 vinger, 2 vingers, 3. Oh, het wordt steeds meer. Ik wil iemand die geen vinger opsteekt een beurt geven. Wat staat hier? Jullie hebben wel Hindi gekregen, heb ik gehoord. Jullie krijgen wel Hindi op deze school. Oké, iemand anders. Nauwe. En het tweede woord is Ratri. Nauwe Ratri. En dat betekent, wat betekent nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus 9. En Ratri. Nachten. Dus die wisselwerking tussen spiritualiteit en irrationaliteit, als ik het zo even noem, is heel belangrijk. En dan ben ik heel blij dat hier de Stuyvesant School de aandacht aan besteedt. En we zien ook de resultaten daarna, is dat de jeugd uit wat voor wijk zou komen. Soms noemen ze het kansarm, soms noemen ze het armere wijken. En toch krijgen we hier onze jongeren zover, onze Hindoestaanse jongeren uit de stad Den Haag zover, om toch goed te presteren en scoren ze gemiddeld of bovengemiddeld. En in sommige klassen en jaren zelfs ver bovengemiddeld. En dat vind ik echt wel een voorbeeld voor andere scholen. Of het nou gelovige scholen zijn, dus op religieuze basis of basisscholen. Maar je moet ook zorgen dat je leerlingen goed in hun vel zitten. En zich ook goed kunnen uitlaten. En dat, daar is de Stuyvesant School in Den Haag toch wel een voorbeeld van. Waar we als Hindoestanen trots op mogen zijn. Maar ook als Haagenees trots op mogen zijn. Maar als Haagenaar trots op mogen zijn. Maar als Nederlander trots op mogen zijn. Dat we hier in Nederland scholen hebben die het multiculturele karakter waarderen. En in hun waarde laten. En waar we echt volwaardige, goede jeugd afleveren aan de maatschappij. Die niet alleen voor zichzelf actief zijn, maar ook voor anderen. En daar ben ik heel trots op. Eigenlijk. Dat is 3 maal 3, dan wordt het 9. Die 3 is eigenlijk Lakshmi, Saraswati
en Kali. Oh ja. Ein ring kling chamundai witje. Ja, maar het is heel moeilijk hoor. Want je moet ook wat hij zegt concentreren. En concentreren betekent, het gebed wat wij doen, moeten we op met drie stappen doen. Hoe kan je met drie stappen doen? Handen, met je hoofd en met je hart. Ik hier op Sri Vishnu School vandaag duidelijk heb gezien dat kleine kinderen al voorbereid zijn wat Navratri is. Ze zijn allemaal tijdens Navratri hier vegetarisch. Ze weten hoe ze moeten bidden. Welke mantra, niet één, maar heel veel mantra's hebben ze hier eigenlijk gekregen van het personeel, waarmee ze dus ook thuis kunnen bidden. Nou, dat is toch een fantastische ontwikkeling als we op zo'n manier ook het jeugd, de kinderen al voorbereiden dat ze hier een plek kunnen vinden. En het moet ook hier zijn. Welke mantra is nu zo makkelijk, wat je kan zeggen, nou, ik voel het wel. En ik ben zeker van dat dit eigenlijk een heel krachtige mantra is. En het helpt mij overal waar ik maar ook mag zijn, als je ergens in een probleem zit. Welke mantra ga je dan opzeggen? Je hebt dorst, je wilt eten. Er is niemand daar. Welke mantra ga je dan opzeggen? Het is donker. En je bent een beetje bang. Welke mantra ga je opzeggen dan? Krishna. Wat is van Krishna? Kijk. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya, oké. Okay. Wie heeft jullie deze mantra allemaal gegeven? Het zijn heel moeilijke mantras hoor. Maar jullie kennen dat allemaal. Geweldig. Mr. Wissoon, kijk. Die heeft hem best gedaan. En ik kom met een heel makkelijke mantra en ik weet zeker. Dat kan ook. Om goed was is ook wat zij. Ja? Je hebt de drie ogen hier. Dit is eigenlijk boer, boer, swa. Daarnaast heb ik gezien dat het ook kleine kinderen aan het zoeken zijn van hoe ze wat meer informatie kunnen krijgen. Nou, mijn aanbeveling zou zijn van dat wij toch op vaste tijden ook en vaste dagen misschien, dat het schoolbestuur verder kijkt waarmee ze dus ook kinderen naar andere plekken, bijvoorbeeld naar de kerken gaan brengen, naar de moskeeën gaan brengen, waar dus zij in deze multiculturele stad elkaar ook kunnen ontmoeten, elkaar kunnen vinden. Want dat zou toch een heel grote bijdrage zijn hoe we hier in Den Haag met respect kunnen leven. Dat zou dus mijn eerste signaal zijn naar het bestuur. Tweede zou ik zeggen wat meer uitgebreid informatie, brochures en als het kan ook aan de kinderen met bepaalde beelden, bepaalde iconen, dat de kinderen ook daarmee toch vertrouwd raken. Heel rustig, heel rustig. Denk aan je moeder met je hoofd. Voel het in je hart. En met je handen proberen, denk aan je moeder. Ma. Doe je ogen open, anders vallen jullie in slaap. Hoe was dat? Heb je dat kunnen zeggen, ma? Wie heeft jullie dit mantra gegeven? Toen je nog een baby was en je had honger en je zei, ma, ik wil drinken, ik wil drinken. Je kreeg alles. Wat ik meegekregen heb van mijn ouders en van de pandit waar ik had kom is karma. Je hebt alleen het recht om jezelf te beoordelen en veroordelen en je eigen werk te doen. En ik ben zelf hindoe, maar ik vind het heel belangrijk of nou mensen christen, islamiet zijn, dat ze voor zichzelf iets vinden, of ze nou ook niet geloven, voor zichzelf iets vinden waar ze zich mee kunnen focussen. Want het is niet alleen maar de wetenschap en de ratio die je draait. Het is een stukje hart, emotie, voor elkaar geven, om elkaar geven. Mensen zeggen, ik heb geen geloof. Nee. Maar je moet wel iets hebben. Ja. Dan gaan we verder, die tweede heet art. Art? Art betekent, waarom leven we eigenlijk? Mijn bijdrage wil ik zo en zo leveren.
voor het behoud van je eigen identiteit. Want een mens heeft zo en zo een godsdienst, een religie, een levensovertuiging nodig. Je kan zeggen, nou ik geloof niet, maar ieder mens is geloven. Je moet een basis hebben. Nou dat noemen we dharma. Dharma betekent datgene wat je draagt. Dharnaat iti dharma. Een christelijke of een moslim of een jood of een hindoe, die heeft een basis eigenlijk nodig. En ik vind dat door middel van zo'n bijdrage alvast bij de kinderen iets duidelijk kan zijn wat je geloof, wat je religie, wat je levensovertuiging is. En hier kan het lust hebben in je leven. Je wil iedere ochtend vroeg opstaan en naar school gaan. Waarom? Je hebt lust, je wil leren. Maar zo hoop ik dat iedereen iets heeft waar ze hun rust in vinden, hun passie in vinden, hun hart in volgen en verdraagzaamheid volgen. In plaats van woede, tegenstelling, verschil en tegenover elkaar staan. Maar dat iedereen ergens een kracht vindt. En ik ben blij dat de Hindu Business School er vanuit het hindoeïsme aandacht aan geeft. Maar zo hoop ik ook dat andere scholen ook aandacht gaan geven aan het feit dat het niet allemaal ratio is. Maar dat omgaan met elkaar bij het hart ligt. En geven om elkaar bij het hart ligt. En verder komen met elkaar bij het hartlicht. En natuurlijk is het een samenwerking van beide. En daarom ben ik blij dat we hier op de school zowel de ratio en de wetenschap en het onderwijs pakken. Maar ook het spirituele pakken. En dat is allemaal wat in ons huis. En daar ben ik heel blij mee. En ik hoop ook dat andere scholen het doen. Navratri komt dus eigenlijk 2 keer per jaar terug. Het is de bedoeling dat je binnen 9 dagen eigenlijk jezelf als eerste gaat reinigen. Niet alleen buiten, dus niet alleen door middel van een douche. Maar al je zintuigen. Alles moet gereinigd worden door middel van bepaalde gebed, door middel van bepaalde rituelen. Probeer je dat zowel thuis, maar ook buiten, in je omgeving, in je samenleving. Hoe sta je eigenlijk daarin? Dus door middel van Navratri, je 9 dagen, 9 nachten eigenlijk, moet je helemaal, als het kan, spiritueel proberen jezelf te reinigen. En daarnaast ook andere mensen de zorg wat je eigenlijk kan geven. Probeer dat ook dat te doen. Dat is eigenlijk Navratri. Door middel van Navratri probeer je ook je eigen bewustzijn. Hoe je dat eigenlijk door middel van pujas, dus met bepaalde offers en bepaalde rituelen. Door mantra jap, door meditatie. Hoe kan je dat allemaal jezelf eigenlijk tot die almachtige moeder Durga terechtkomen. Want daarmee kan je eigenlijk het doel van het leven bereiken. Dat is eigenlijk Navratri. Navratri heeft niet alleen te maken dat je eigenlijk ergens bij een bijeenkomst gaat, in de mandir gaat of ergens wat vegetarisch gaat eten. Nee, Navratri heeft jezelf voor bewustwording, je zintuigen reinigen en openstaan voor anderen, proberen anderen te begrijpen. Er is maar 1 godsdienst. Ekam satta vipra bahudavadanti. De wijzen hebben dat gezegd. En het is maar 1 godsdienst op deze aarde. Iedereen die op zijn haar manier, die almachtige, het geestelijke vader kan bereiken, die heeft het erover. Dus vandaar dat we zeggen, in Navratri moet je proberen ook open te staan voor anderen. Met begrip, met kennis, met je handen, met je hart, met je hoofd. Proberen daarbij toch de weg te vinden naar Durga Mata. Om Shanti. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Huizen Heriella Woonzorgvoorziening en AA Zorg Thuiszorgorganisatie.